en welkom bij examenvlog 7. Het is vandaag donderdag 22 juni en het is nu 12:55. En ik had vandaag mijn voorlaatste examen, namelijk Nederlands. En het is wel, ja, safa gegaan. Het is wel oké, denk ik. En ik wil ook even zeggen, ik heb geen bril op, want het is echt super, super warm. En als ik het dan zo warm heb en dan begint mijn neus, ja, dan glijdt mijn neus. Allee, dan glijdt het niet, maar dan is mijn bril zo plakker op mijn neus en zo. Dus ik heb gewoon lenzen gedaan, daarmee dat ik ook geen bril op heb. Maar het is dus vandaag donderdag de 22e en ik ga nu mijn allerlaatste examen van het vijfde middelbaar leren, namelijk Frans. En daar heb ik eigenlijk totaal geen zin in, want ik vind Frans echt geen leuk vak om te leren en zo. En ik heb ook totaal geen logica in het Frans. Maar ja, het moet natuurlijk wel gebeuren. En daar ga ik nu mee beginnen. Ja, dus let's go. Echt waar, hoe hard ik ook probeer. Het lukt echt niet, maar echt niet. En niet omdat het te moeilijk is, maar gewoon mijn concentratie is echt nul. En oh, ik ga gewoon proberen voor te doen. Maar het zit er echt niet in vandaag. Het is er echt te veel aan. Het ziet er echt naar uit of het gaat keihard regenen. Ja, op camera komt het iets anders over. Maar het ziet er dus echt uit alsof het gaat regenen. En eerlijk gezegd zou ik dat nu wel nog tof vinden. Want dan wordt het misschien een beetje frisser. Dat zeggen ze dikwijls, dat als het gaat regenen, dat het dan een beetje frisser wordt. Dus ik hoop dat het eigenlijk stiekem wel een beetje gaat regenen. En ook gewoon, allee, ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, maar dat veld is helemaal bruin. En ons gras is ook helemaal bruin en zo. En ja, dat zou gewoon een beetje goed zijn voor de natuur. Ik vraag normaal nooit om regen, maar nu zou het toch wel een beetje welkom zijn. Ik denk niet dat jullie het echt zien. Ja, zo'n heel klein beetje. Misschien hoor je het, maar het is aan het regenen. Yes. Goedemorgen, het is nu vrijdag 23 juni en ik heb vandaag mijn laatste examen. Maar ik heb pas examen om 11 uur, mondeling examen. En ik ben de laatste die examen komt doen. De eerste examens zijn nu net begonnen, maar ik ga dus als laatste om 11 uur. En ik ben gewoon op hetzelfde uur opgestaan als anders, gewoon 6:30. Ik heb net ontbeten en het is nu 8:00. En ik ga nu gewoon nog een beetje Frans herhalen. Alles nog eens opnieuw herhalen. En dan moet ik om 9:50 de bus nemen hier. En dan ja, moet ik naar mijn school gaan en dan om 11:00 heb ik examen. Dus ik heb nu eigenlijk nog 2 uur om te herhalen, te leren, alleen hoe je het bekijkt. Dus dat ga ik wel nu doen. En dan daarna ga ik mijn laatste examen maken. En dan is het zomervakantie. Ik vind het vandaag al iets minder warm als gisteren. En dat is het ook, denk ik. Dus dat is goed, want het is echt, het was veel te warm. Dus ja, dat is nu wel goed, want nu kan ik ook nog even deftig leren. Nu is het al niet zo super heet morgens. Oké, goede uitleg. Ik ga nu beginnen. Hoi. Het is vandaag zaterdag 24 juni. En het is nu de eerste dag van de vakantie, zeg maar. En ik heb gisteren na het vorige shot van dat ik mijn laatste examen Frans ging doen, eigenlijk niks meer gevlogd. Maar dat komt omdat ik dan na mijn examen, waar ik zelfs wel nog even iets over zal zeggen, ben ik naar, ben ik met 3 vriendinnen iets gaan eten. En dan is Marie ook nog naar hier gekomen en dan hebben we de hele namiddag zo wat in de gezwommen en in de zon gelegen en zo. Wacht even, ja, oké. Dus ik wil jullie nog even vertellen over mijn examen van Frans. Dat ging eigenlijk echt wel ça va. Ik had het anders verwacht. Ik had het moeilijker verwacht, maar ook niet. We kregen dus eerst wat voorbereidingstijd. Die was wel een beetje te kort. Maar iedereen had dezelfde voorbereidingstijd en bij iedereen was dat te kort. Dus allee, ik ben blij dat ik niet de enige was. En dan moesten we daarna bij de leerkracht dat gaan voorbereiden. Allee, gaan voorbrengen bedoel ik. Maar ik was de laatste, dus er zat eigenlijk niemand meer bij mij. En het was ook echt, ja, een 30 minuten of zo uitgelopen. Dat was wel minder tof. Maar ja, het was gewoon zo. En dan heb ik mij soms er wel een beetje moeten uit
ja, uitpraten, want het was er soms echt van, ja, wat moet ik nu zeggen? Omdat ik niet echt in het Frans zo goed kan nadenken. Maar over het algemeen is het goed gegaan. Maar nu is het dus de eerste dag van de vakantie. En dat wil ik ook zeggen dat mijn examens niet gedaan zijn. Helaas, ik vond het echt leuk om te doen. Maar ja, ze zijn dus wel gedaan. Ik ga nu de voorlaatste examenvlog editen en online zetten, want dat is nog niet gebeurd. Die moest eigenlijk al gisteren online, maar ja, dat is niet gelukt. Ik ga dat nu doen en dan komt maandag, dus als jullie dit zien, eigenlijk online. Ik wil jullie eigenlijk nog iets zeggen. Ik wil jullie super hard bedanken om te kijken naar mijn examenvlog. Ik vond het echt super leuk om te doen. Ik ga het echt een beetje missen zelfs, want ik vond dat vlog wel leuk. Ik vond jullie positieve reacties ook echt fantastisch. Dus bij deze echt heel erg bedankt om te kijken naar mijn examenvlogs. Binnenkort komen er dus gewoon terug normale video's online. Ik hoop dat jullie dat ook leuk gaan vinden. Als je het allemaal heel leuk vond, doe deze video dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn andere video's. En ik zie jullie heel erg graag binnenkort weer. En ik wens jullie een heel prettige vakantie. Dag!